Hi, Erik en Sandra. Goed jullie weer te zien. Ja, leuk. Welkom bij Valkengoed Wedding Fashion. We gaan vandaag een hele belangrijke keuze maken. Twee eigenlijk. Die voor de bruidsjurk en het kostuum. Wat verwachten jullie van vandaag? Ik ben heel erg benieuwd hoe alle modellen mee zullen staan en hoe het in zijn werk gaat hier bij Valkengoed Wedding Fashion. En ook wat mijn familie ervan vindt, die vandaag bij is, onder andere mijn moeder. En wat ze van mij in een bruidsjurk vindt. Ja, dat is een hele spannende dag, denk ik. Wat verwacht u van vandaag? Ja, natuurlijk is het een hele spannende dag. Hè? Sandra en Erik gaan trouwen. Dus ja, wat is leuker als daar een mooi kostuum te gaan zoeken en een mooie trouwjurk. Heerlijk, ja. Het is een hele belangrijke taak. Hè? U bent de belangrijkste adviseur van de bruid. Jullie hebben al aangegeven dat jullie graag jullie jurk en kostuum geheim willen houden voor elkaar. Dus hier scheiden onze wegen tijdelijk. Sandra, jij mag met je moeder mee door de rechterdeur. En ik neem Erik mee door de linkerdeur. Nou, goed te zijn. Tot straks. Hoe in de lijn zijn. Ja, dat echt die semi-middenlijn aangeven, maar niet met stukken extra. Nee, dat het een hele andere stof is. Oké, het moet gewoon één stof zijn. Al ruim 32 jaar zorgt Valkengoed Wedding Fashion ervoor dat bruidsparen perfect gekleed gaan op hun huwelijksdag. Eigenaresse Ida van den Bedem wil het bruidspaar altijd eerst goed leren kennen. Waarom is dat, Ida? Het uitzoeken van een bruidsjupon moet een feestje zijn. Daarvoor moeten we eerst weten wat ze belangrijk vinden. Zo wordt het een geweldige paservaring voor bruid en bruidegom. Ida, hoe weet je nou wat een bruid of bruidegom staat? Ja, ik zie het vaak als de bruid binnenkomt, wat voor type het is. En dan weet ik al heel gauw van, nou, dat moeten we een ladybird of een serenity of een modeka. We hebben ook nog Pornovias en iedere fabrikant heeft zijn eigen stijl. Ja, want jullie hebben echt heel veel jurken. Hè? Hoeveel zijn het er wel niet? Ja, het zijn er heel veel. We hebben echt een hele grote collectie. En iedere bruid die hier binnenkomt, voor iedere bruid is er inderdaad een stijl en een japon. Wat zij dus eigenlijk in gedachten heeft. En accessoires en schoenen en dat soort zaken, hebben jullie die ook? Ja, we verkopen veel accessoires en schoenen en ook sluiers, kroontjes, tiara's. Nou, alles wat daarbij komt, verkopen wij. Dus de bruid kan compleet de deur uit. En voor de bruidegom? En de bruidegom, net zo, hebben we ook de lingerie zelfs voor de bruidegom. En we hebben zelfs de schoenen, dus het is allemaal op de bruidegom helemaal compleet de deur uit te laten gaan. Sandra? Ja? Lukt het? Ja. We gaan hier even de gordijnen over doen. Ah, dat is vast niet je bruidsjurk. Dat is hem niet. Nee, dat is hem niet geworden. Maar ben je eruit? Ja. Ik ben eruit, ja. Dat was een lastige keuze. Ik heb al 10 jurken gepast. En uiteindelijk waren er 2 die ik het allermooiste vond.
En we hebben net nog even nog een keertje gepast voor de zekerheid. En ik ben er wel helemaal uit hoe het gaat worden. En hoe was het om al die jurken aan te mogen? Ja, super gaaf. Ja. Ik heb heel veel soorten jurken ook gepast. Ze hebben allerlei modellen en stijlen hier aanwezig. Dus ja, het is wel duidelijk gemaakt wat ik niet wil, maar ook wat ik wel wil. Ah, te gek. En waar let je op als je een bruid in een jurk ziet? Waar je op let is het figuur van de bruid en wat haar de juiste uitstraling geeft. En wat bij haar past natuurlijk, zodat zij dat zichzelf echt kan weergeven op de trouwdag. En dan kan stralen. Ja. Ja. En wat gaat er nu nog gebeuren? We gaan nu de gekozen jurk aandoen en dan iedereen tonen. En dan vervolgens mag die in een volgende afspraak helemaal op maat gemaakt worden. Wordt die gespeld. Ja. Voel je herkens? Ik ben er heel blij mee. Hey, goedemorgen. Erik. Welkom. Hoi, dankjewel. Ja, was het makkelijk te vinden? Ja, prima. Heb je überhaupt al de kans gehad om een beetje te oriënteren? Ja, uiteraard. Ik heb even op jullie site gekeken. En ik heb daar wel een paar kleurstellingen gezien die ik aan graag moet passen. Oké. Okay. Dus, maar ook verder laat ik me graag adviseren wat er nog meer aan opties zijn. Ja, nou ja, hartstikke leuk. En we hebben verschillende merken. Dus immediate meer ongedwongen sfeer. Dus dat ligt ook in de stijl van je trouwdag. Als je wat meer een ongedwongen sfeer hebt, dan is immediate leuk. En als je wat formeler hebt, dan kom je vaak bij een ander merk uit. Zo bijvoorbeeld, we hebben wilvorst hangen. Dus wat meer heb je verschillende kleuren gilets heb je er vaak onder zitten, andere stoffen, dus vaak wat formele, mooie knopen erop. Ja, dat is een heel andere stijl. Wat formeler, wat pittiger. Ook wat extravaganter. Dus precies. Dat is net een beetje waar je dan zou zinnen. En we hebben nog Roberto Vicenti, een heel leuk merk, dat is een Portugees merk. Mooie kostuums, net wat andere kleuren. Er zit vaak ook niet gewoon zo. Echt een beetje dat pittige af. Ik denk dat het leuk is als ik zo je boordmaat opmeet. En dan gaan we gewoon proberen wat kostuums bij je uit te trekken. En dan zullen we vanzelf ontdekken wat er mooi bij je past. Nou, laten we dat doen. Ja. Nou, we hebben hem. Dit gaat hem worden. Dat is een mooi vlot. Dat dacht ik. Ja, zo hoort het. Zo hoort het. Af en aan. Gefeliciteerd. Bedankt. Zo. Dankjewel. 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 Oké, dankjewel. Van nogmaals, hartelijk gefeliciteerd met het aankomen van de lucht. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank voor het goede zorg. Ja, even al je geduld. Ja. Dan proosten we dan op. Ja. Proost. Heerlijk. Ja, dat is de deur. Ja. Ik geloof dat ik ergens achter het scherm zit in plaats van voor. Hoezo? Ja, maar op podium. Ja, lekker. We hadden ze altijd wel in de staan. Ik vind het wel bij de Nou, Sandra, nogmaals van harte gefeliciteerd met het aankomen van je trouwjurk. Dankjewel. Deze nog een lekkere bubbeltje om te proosten. Voor thuis met z'n tweetjes. Dankjewel. En dan zie ik je graag de volgende keer weer voor de afspraak. Dat is goed. Tot de volgende keer. Dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd met je trouwdag. Dankjewel. Ja, bedankt voor de goede service. Ja, ik vond het hartstikke leuk om je te helpen. En tot de volgende keer. Goed, tot de volgende afspraak. Oké. Okay. Okay, hoi. De een iets sneller dan de ander, maar zowel Sandra als Erik hebben prachtige trouwkleding uitgezocht. In de volgende aflevering wordt deze op maat gemaakt bij Valkengoed en gaat ons bruidspaar naar juwelier La Mariage voor hun trouwringen.